dat vindt ze mij nog jou. Doen we jou. Die ober staat op en vraagt of ik ook nieuwe koffie wil. Ze zijn koud geworden. Ik zeg, ik zei toch dat het een lang verhaal zou worden? Hij lacht en hij blijft staan en ik kijk naar de Polaroid. We probeerden weer eens wat. We hadden 3 BV's. We hadden een liedjesprogramma. We speelden try-outs tot in Nijverdal aan toe. En ineens pakte hij zijn babyfoon en vroeg hij de uitslag van zijn test terug. En ik zie dat hij een grap zoekt of een zin die ons allebei vrolijk lachend een andere kant op kan laten lopen. Dat je lacht tot je in de auto zit of zo. Maar we weten allebei niets meer te verzinnen. En hij loopt weg. Dan draait hij zich om en hij zegt... Ken je dat moment van de Beatles dat ze op het dak staan van de Apple Studios... en dat je weet als je ernaar kijkt dat het de laatste keer is dat ze ooit samen zullen spelen. Maar je tegelijkertijd weet dat de Beatles het op dat moment helemaal nog niet weten. Ja, dat ken ik. Oh. En ik heb gelachen tot ik het parkeerterrein afreed zelfs. Ineens draait die ober zich naar je om en die zegt... als alles verzonnen is, hoe kom je er aan die Polaroid foto? Die foto hebben we ooit laten maken. Toen we met de hele kleinkunstacademie naar Parijs gingen. Wij gingen mee voor het graf van Jim Morrison. En ik zeg tegen die fotograaf, zorg je wel dat die Eiffeltoren er een beetje leuk op komt. En toen de contouren van die foto een beetje duidelijk werden, zagen we 2 jongens die wij niet waren. Of tenminste, we waren het wel, maar we herkenden ons niet. We zijn in dat café gaan zitten, vlak naast Palais de Chaillot. En we hebben die 2 jongens van die foto verzonnen. En alles wat ze zouden gaan doen met hun leven. En alles wat we voor de jongens verzonnen, haalde ons in. Alles werd waar. Zelfs de dingen die we niet wilden verzinnen.